je dat gemaakt daarna? Oh. Ja, ze zegt hallo tegen de camera. Dus Josie. Oké. Haast dan daar staan hier varen. Ja, dat is Kleef. Dit is Jana. Jana, dat zijn hallo. Mega chips. En dan maak je de andere varen. Hier kun je chips van maken van brotnetels. What? Ik wil de varen. Ja. Ik wist niet eens dat je daarmee kan zwemmen. Nee, niet weer doen. Nee, dat zit je ook aan vloggen of zo. Ja. Dat vlakt op Ilia. Een nieuwe woord dat ik geleerd heb, dat vloggen van Maffin. Dat is hallo tegen Kamer, dat zullen we. Bonjour. Hallo. Het is Frans. Frans taak leuk. Ja. Ja. We gaan een beetje zijn. Ja. Lili, nu is het gedaan. Doe maar toe. Kom. Mevrouw, iets vertellen. Rustig. Hier heb je het insectenhotel. Ik weet niet of jullie dat ook op school hebben. We hebben dat nog gehad. In van mijn oogappel hebben ze dat gemaakt. Kijk daar. Je hebt dat in klein. Oh, ja. Ja. Mijn oogappel heb dat nog gemaakt. En Mr. Regis. In de workshop. Ja. De fijne die zeggen een bijenhotel, maar eigenlijk zitten daar ook andere insecten in. Er zijn veel kinderen dat ik naar hier kom die bang zijn voor die bijen. Omdat ze bang zijn om geprikt te worden. Ja. Maar dat zijn hier allemaal solitaire bijen. Dus we kunnen een beetje dichter gaan. Dat zijn hier allemaal solitaire bijen. En wat hoort voor daar die solitaire? Solitaire. Allemaal beetjes. Er zitten allemaal hartjes in. En van die 350 zijn er twee soorten die prikken. De honingbij en de hommel. De hommel die gaat alleen prikken als je die echt ambeteert. Wanneer ze slaat of als ze zich bedreigd voelen, dan gaan ze wel prikken, maar anders niet. Ja, en als je bijvoorbeeld hebt dat prikt, dan moet je gaan. Want vroeger had je dat niet zo'n bijenhotel. Waarom niet? Omdat de huizen niet zo geïsoleerd waren. En die vonden altijd wel ergens een gaatje of zo. Die komt daarbij dat van die 350 soorten ongeveer 30% in zo'n hotelletje of in gaatjes gaan. De rest, die 70%, gaan naar beneden in de grond en maakt hun nest in de grond. Hier gaan ze op zoek naar een gaatje. Als ze een gaatje gevonden hebben en dat vrouwtje is content met haar gaatje, dan gaan ze daar stuifmeel en nectar in leggen. Dan gaan ze daar een muurtje van bouwen. Komt ze naar buiten, dan gaan ze achterwaarts weer binnen in dat gangetje en legt ze haar eitje. Waarom doen ze dat achterwaarts? Omdat haar eitje dat helemaal in het. Ja, anders moet je er weer overstappen. Anders moet je er weer overstappen en ze kunnen zich ook niet draaien in dat gaatje niet. Dus leg ze haar eitje, ga weer stuifmeel, ga weer nectar gaan halen, weer een eitje leggen, tot 7-8 keer toe. Maar het rare ervan nu is dat dat vrouwtje kan bepalen, ik ga nu een eitje leggen waar een manneke uitkomt, of ik ga nu een eitje leggen wat er een vrouwtje uitkomt. Dus die maar de mannetjes die zijn onbevruchte eitjes. En die liggen vooraan. En de bevruchte eitjes van de vrouwtjes die liggen achteraan. Dus wat gebeurt er nu?
Al die hazen daar overal hun eitjes leggen, gaan ze dat dicht maken. Ik zal er hier niet voor dit hier dat eentje die dicht is. Je had er nog vijf die dicht zijn. En dat blijft dan tot volgend jaar. In het voorjaar komen die dan uit. Die vrouwtjes, die mannetjes, die gaan een klein haartje, een klein haartje maken in dat galletje en die komen eruit. En dan blijven ze hier rondhangen, want ze weten, die vrouwtjes die komen ook achter. Dat is één, twee dagen later komen die vrouwtjes. En die vrouwtjes die komen naar buiten, die worden direct gepakt en er wordt gepaard. En die moeten dan terug weer een gaatje zoeken en weer heel die cyclus herbeginnen. Nu heb je de meeste de rosse metsel bij. Je hebt dan ook de bladslijder. Je hebt daar ook de honderden namen, hele mooie namen van die solitaire bijen. Maar als je dat goed bekijkt, ik heb het al gedaan, ga je daar ook heel dikwijls spinnenwebben zien. Eeuw. Waarom spinnenwebben? Nee. Weet ik niet. De bijtjes vliegen daarin. En de spinnen hebben daarin. Dan moet je ze niet verzoeken. En je hebt ook koekoeksbijen. En een koekoek. Wat doet een koekoek? Koekoek, koekoek, koekoek. Luca, of wie was dat? Manasse. Ah. En dan moet je weten dat kan ongeveer 20 eieren verkrijgen. Dus dat betekent dat je 20 nesten moet vinden. Maar dat je 20 nesten moet die eieren die erin liggen, moet eruit kunnen kieperen. En daardoor vlucht ze weg zijn eieren leggen. Maar hier, die koekoeksbijen, dat doen die, die gaan in een nest die er al is, gaan die hun eitje leggen. En dan komen die over het algemeen vroeger uit dan de oorspronkelijke solitaire bij. En dan gaan die al het nectar en het stuifmeel opeten. Gaan ze zo stelen. Of nog erger, gaan ze gewoon hun eitje leggen in het eitje van die ander. En gaan ze dat zo van binnenuit opeten. Een koekoeksbij. Ja, ze kan maar klein die koekoeksbij. En dan heb je ook van die wespen die dat doen. Ja. Voor wespen ben ik nog banger. Ik ook niet. Zijn jullie bang van bijen? Nee. Ja. Nee. Ik heb mij hier geprikt. Eigen in mijn ja, ja, praat niet verder. Praat niet verder. Stop maar. Dat is toch nice? Dat is niet nice? Ben jij raar, Ilia? Maar kijk, opeens zo. We gaan daar naar die redder en die heeft gewoon zo'n beertje aan mij. Ik denk, wat moet ik daar? Was dat bij of een homo? Dat weet ik niet, Luca. Een was? Nee. Het is niet te beschermen. Je hebt de gele, ik een normale witte. Kijk, dit is mijn Charlie Box. Daar. We gaan weer tussen de kleine plantjes, dat ik super haat. Ik kan niet tegen zo'n dingen waar dat je zo tussen moet. Jongens, dit is Luca. Bro. Luca. What the fuck? Een roofdier, een roofvogel. Nee, nee. Een sperwer. Een roofvogel die hier een prooi geslagen heeft. Bart is hoe weet ik dat het niet van een vos is? Normaal gezien, als je zo van die bij elkaar hebt, van een vos, zou ze allemaal samen plakken. Want een vos die heeft veel speeksel in zijn muil en dat speeksel plakt. Dus dat zou allemaal samengeplakt worden. En ik weet dat het van een roofvogel is. Ja, dat zijn natuurlijk die kleintjes, die grote veren zijn ondertussen weg. Je kan het niet meer pijn. Wat? Door de vogel. De vogel dat niet.